Komt-ie. Hij doet het gelijk. Mooi. Nou, Hilda ligt hier. Hilda is mijn echtgenote geweest voor 28 jaar lang. En in 1993 werden wij geconfronteerd met het fenomeen dat ze alvleesklierkanker had. En na 11 maanden was dat gebeurd, helaas. Op het kerkhof naast de Grote Kerk in Edam wordt Allerzielen alom gevierd. Om de doden te herdenken en om oude rituelen nieuw leven in te blazen. Een kleine 100 Edammers zijn naar de begraafplaats gekomen om persoonlijke spulletjes bij de graven van hun dierbaren te zetten. Mevrouw Duif is met een klapstoeltje neergestreken bij het graf van haar man. Iedereen die langskomt mag delen in wat haar man het lekkerst vond. Wil je ook een stukje speculaas van opa? Dankjewel. Geef me nog maar een brokje, zei Klaas dan. Nou, dat vroeg hij niet. Dat pakte hij wel. Dat pakte het zelf wel. Eind van de week was het rommel leeg. Oké. Ja, echt wel. Het is mooi. Het is mooi om hier te zijn. Ja. Ik denk dat dat één woord wel is. Ja. Het is mooi met licht. Ja. Je hoeft niet aangesloten te zijn bij een kerkelijk gebeuren. Het gaat om gewoon je geliefde, degene die je hebt moeten achterlaten ooit. Om daar toch weer even naar terug te keren, naar die geliefde die je toen verloren hebt. In de Grote Kerk wordt de vergankelijkheid van het leven verbeeld en de verbintenis tussen de generaties. Nou, hier wordt doorgebreien, waar een andere steek laat vallen als het ware. Pakt de volgende generatie de draad weer op. En op die manier wordt het levensloop van familie zeg maar, verlengd tot in lengte van dagen. Voor de levenden is er voedsel, zielenbrood. De Germanen aten het al om hun doden te herdenken. En soep. Mijn moeder kan altijd lekkere soep maken, ja. Of net? Ja. Mooie kommetjes soep.